Ja hoor, je ziet het weer. De aanhanger zit aardig vol. We gaan ook nog dit erop binden. En dan gaan we lekker richting Zwolle. KWO in action day. We gaan lekker eerst een dagje vissen met z'n tweeën. We komen morgen Jelmer, Julian en Ruben waarschijnlijk ook. Met z'n allen op de stek. En dan kunnen mensen die het, leuk vinden bij ons langskomen. Tijdens vissen. Dus ja, lachen. We gaan de auto aantrappen. En zien we in Zwolle. Tot zo. Ja jongens, jullie zien het goed. Nog 34 minuutjes rijden. Ja, we hebben al anderhalf gat ongeveer. Dus ja. Kennen we weer eens. Ja. En, het begint een beetje donker te worden, dat is jammer. We zijn eigenlijk een beetje te laat vertrokken, maar het zat niet mee. Zitten die was met mijn auto weg. Die reed dus te scherp langs een stoeprandje, waardoor de band rek was. Dan moet je dat nou even vertellen? Ja, dus dat is de tweede keer in drie maanden tijd dat zitten. En de rechterband ook nog eens rek heb gereden. Ja. Dus tip van de dag. Geef hem je auto niet. Maar in ieder geval, het is nu gefixt, nieuw bandje erop. En we zijn onderweg. Dus we moeten een beetje haast denken aan de waterkant. Om het enigszins nog voor het donker te fixen. En dan kijken wie daar belt. Jos Benders. Jossie. Het is Jos van de Hollewand. Juist. Dus kijken. Wow. Jongens, je ziet het. We staan aan het water, de Koperplas. En we hebben net eventjes. Vandaag veel te lang gewacht. Het was er bijna donker, maar we hebben toch twee biertjes en een hamburgertje op. Wel lekker bij een fishing even gechilled. We konden het weer niet laten. Dus nu wordt het opbouwen in het donker. Maar goed. Maar, we gaan ervoor. En op herder gas gedaan maar in. Hey jongens, je ziet het. We staan weer op het mooie brede paadje. We hebben hier wietsen de amateur. Dus ik moest er weer eens uit. Ah joh. Hup, hup. En toch geen hoop. Slaat hij nou af? Wat een amateur. Het is ongelooflijk. Ja joh, gaat goed. Ga je maar. Ja jongens, je ziet het goed. Daar zijn we aangekomen wel. Op de stek. Het is wel al bijna donker, dus we gaan eens even knallen. Hetzelfde stek als waar we vorige keer zitten. En het ziet er toch wel weer prachtig uit jongens. We gaan ervoor. Ja hoor, het is inmiddels donker. We hebben lekker een partent opgezet, twee Richmond krampjes en we zitten er goed bij. Maar Chit, vertel maar eens waar ga je mijn vis? Je had wat nieuws. Ja jongens, ik ga allebei de Engels eigenlijk met wat anders vissen. Eén, dan ga ik gewoon met een Ronnie rig met een hot tuna pop-up. Die ga ik dan ook vissen met de combi deal, alles door elkaar heen gemengd. Dat zijn mini pellets, grondvoer en de polies en dan nog de booster en de pop-ups. Ik heb de pellets en het grondvoer door elkaar heen gemengd, daar die liquid overheen gespoten en wat gekruste bolies doorheen gedaan. En daar ga ik dan op vissen met een pop-upje. Dat doe ik allemaal in de voerboot, omdat er een mooie explosie van hot tuna onder water komt. Hey jongens, het voerbootje zit vol. Ik heb een beetje large tijgernoten en een premium part mix hier daar overheen gedaan. En ik ga hier nog een beetje liquid tuna boost overheen spuiten. Kijken voor de geur, zo lekker in het voer trekken. En dan gaan we lekker varen. Het is donker, dat is wel jammer. Maar we gaan ervoor. We hebben dieptemeter mee, dus we kunnen mooi het bodemverloop zien. En dan maken we toch een goede kans op een puntige visie. En dit is de Ronnie of de... Dit is de tijgerengel. Dit is de tijgerengel. Yes. Yeah. Dus daar zit hij. Je ziet niet heel veel, maar zo zie je het wel. Wat ben je aan het doen? We zijn aan het uitvaren. En het is hier heel diep, het is 15 meter in het midden. Hier is 14, het loopt nu langzaam op. En ik ga nu op de... Het roet dreigen van 8 meter. Je ziet aan de bodem dat er niet veel modder is. Het is best wel harde bodem, bodemstructuur. Dus dat is wel goed om te zien via die vectie daar. En zo zie je dus dat je, ondanks dat het donker is, kan je toch op een mooie stek liggen. Je ziet hier gaat hij al goed omhoog. Hij blijft hier een beetje liggen. En ik hoop dat hij op die 8 meter een beetje een tussenvlak neemt. Zodat ik hem daar neerrecht. Want zodra je hem op een tussenstel taluut recht, kan je roten van afrollen en dat wil je natuurlijk niet. Voorzet, nee, naar de linkerkant. Chit, jij zei dat je een lekker sausje had. Ja, laat me zien. Samurai-saus, maar die top is er afgeklapt. Ik denk dat het al 4 weken minimaal allemaal saus is in mijn tas zit. Ja, ik wil het niet weten. Ja, kijk hier. Die heeft hem hier op scherp. Nee, ik denk dat hij dacht dat de Rani zelf ging rekenen niet meer op. En het balletje was ook net iets te hard. Dat was wel mooi gedaan. Ik zie nog niks. Schijn even goed. Nee, niks aan de saus, joh. Zonde, zonde. Wat mooie beelden geweest. Dat scheelt weer. Yes! Ja jongens, het is eindelijk zover. Tijd voor een lekkere hop. De voerboot hebben we weer eens niet opgeladen, dus die is nu aan het opladen. Daniel. Daniel, dat is inderdaad lekker. Opgehaald.
En dus we moeten even wachten, dus even een hapje eten, tentjes opbouwen, hengeltjes zijn al klaar. Wat voor mensen net? Wietse die dacht, ik vaar mijn hengel gewoon naar links, over vier lijnen van anderen, daar is niet zo heel blij mee. Ja. Dus die hebben we even ingehaald, terwijl dus de voerboot leeg, dus nu even wachten. Toen wilde ik dus mijn hengel weer inhalen, op die vast. Dus ja, ja. Jos met de boot langs. Jos van de Hoorland Cross, ja. Dat is niet normaal, fantastisch. Dus het hengel is weer was, gaan we zo opnieuw uitvaren als we weer wat meer accu hebben. Yes. En nu dus een Mexicaanetje, we gaan een beetje vreemd, maar goed, we hebben al een burger op, dus ja, we kennen het wel. Dat mag. Tot zo. Zo jongens, ik ga mijn tweede hengeltje invaren. En eigenlijk met hetzelfde. Ja, okay. Met hetzelfde voertje als mijn andere hengel. Zoals je ziet, het is echt mega hard. Wat heb ik nou door elkaar gegooid? Deze mini pallets met een grondvoer en wat gekruste bonies en een klein beetje tijgenoten. Okay. En daar heb ik dan wat boost overheen gedaan. Dan doe ik mijn aas ook nog even helemaal ondersprayen. Vis je mee dan? Ik vis met allemaal hot tuna. Ronnie. En met een Ronnie, ook een Hotuna pop-up, Hotuna grondmix en Hotuna pellets. Nee, nou, als dat maar goed moet, komen, dan weet ik het ook niet meer. Zo jongens, het is 10:15 en ik heb ook eindelijk met mijn twee hengeltjes. Het is ongelooflijk. We hebben een beetje vertraging opgelopen. Wietse die had geen ruggengraat, die moest weer bier drinken bij de overburen. Ja joh, maar dat was gezegd. Dus nu weer we. Ik heb er eigenlijk niet heel veel vertrouwen in. Ik ook niet. Maar goed, ik ga mijn werk zetten om 6 uur. Ik ga even opnieuw uitvangen, want ik weet nog wel, vorig jaar had ik dat ook gedaan. En toen ging er dus nog een uur of 8 of zo, 9. Dus zodoende. Zo kan het draai lopen. En het tentje staat gewoon, als een baas. Eentje staat ernaast. En ik ga denk ik mijn nestje maar even opzoeken. Ja jongens, morgen wordt weer een intensieve dag. Een zware dag. Vogels richtknopen, je kent het wel. Burgers bakken. Moet erbij. Presteren. Hoort erbij. Dus we gaan de oogjes toe doen en hopen toch op een visje vannacht, hè? Yes, je weet het niet. Toedels. Toedeloop. Ja jongens, goedemorgen. We zijn weer wakker. En eigenlijk zonder enige stoot gehad te hebben. Het is een drama. We zijn nu een beetje aan het voorbereiden voor de dag. Even lekker wat bollen in de emmer zien. Misschien om zo even opnieuw uitvaren met wat mensen bij dat we kunnen uitleggen hoe we dat precies doen met de dieptemeter. Nou, de tentjes staan er weer lekker bij. Aanhangertje. En natuurlijk de partypen. Oh ja, en de speciale dag. Die is aangebroken. Kijk, Bennetje op de stek. Wist het? Mooi hè? Nou, goed wel. Het is nu een uurtje of 9. Over een uurtje kunnen de eerste mensen. Er schijnen er 3000 te komen. Dus aardig rap hoor. Dat is aardig wat. Ik ben heel benieuwd. En ik heb er zin in. Mooi van de koper klas. Alle visvrije dingen zijn voor je voorzien. Een mooie paal om te wegen. Schepnetje. En natuurlijk een hele dikke onderhanger. Zodat je altijd gewoon met respect met de karp om kan gaan. Helaas hebben we niks gevangen. Dat hebben we niet nodig van. Yes jongens, stack 7, je ziet het. Helaas, Ruben Pels is er wegens VM-standige nummer. Heet het niet bij. Je hebt hier Julian. Julian. Wat ben je aan het doen? Jelmer zit in de tent. Ja. Ik ben even mooie een filmpje aan het opzetten. Meegel, ik heb hier een bennetje staan. Aanhanger. Voer, burgers. Je ziet het jongens. Het is nog geen 10 uur. Lekker ontbijtje, burgertje erbij. Heb je er een beetje zin in? We hebben er zeker zin in. En jij Jelmer? Ja, ik heb er ook veel zin in. Ik hoop dat veel mensen langskomen. Ook voor Twinkarp en voor Julian natuurlijk ook. Ja. We gaan het zien. Zeker. Tot zo. Yes, we staan bij de KWO in XVD. Het is een drukkeboel. En we hebben hier een uitdager voor Chit. Ja, wat is zijn naam? Ik ben Matthijs, maar hij wil armpje drukken tegen Chitten. Chitten wil het eigenlijk helemaal niet. Hoe heet jij? Emre. Emre, hoe oud ben je? 15. Ja. Ja, Chit, jij bent 21. Ja, dus we gaan het gewoon doen. Ik ga nog verliezen ook. Dat is let's go, erg. Let's go. Wat is jouw PB, Emre? 40 kilo. 40 kilo. 14. Ja, voor jou 21. Je moet eigenlijk winnen. Plat op tafel, niet daar vaststellen. Wacht, ik ga echt zo even. Nee. Hey. Ja. Ja, dit gaat hem sowieso niet worden.
Nee, ik vind hem niks. Oh, daar ga ik. Ik ga naar huis. Schaam je deuk. Ja, nou nee, jongens, dit was de eerste en enige keer dat ik dit ga doen. Je mag straks tegen Bram. Verloren van een kijker, hè? Ja. Slecht voor het eten. Ja, ik ga toch maar de spal. Ja hoor. Ja, hoor. Ja, ik heb een rubberboot al mee. En zit die vast. Druk goed. Oh, ja. En een hele grote zandbak. Ja, ja. Ja, zeker weten. Maar heel als jezelf. Jammer, druk in boel stekken. Nou, het is echt heel druk, jongens. Wat, ja. Maar bij Julian is het ook al druk volgens mij. Jullie ook wel. Wat ben jij aan het verkopen? Nou, ik ben helemaal niks aan het verkopen. Die meuk? Ja, Gamakatsuma haken, jongens. Okay. Mooie haakjes, mooie haakjes. Okay, mooi. Hey, maar het is lekker druk, hè? Het is een beetje vol aan het stromen. Ga ik net kijken wat mijn leraar mij goed. Dan zoek ik het net, hè. Ben je nou je hand in aan het zetten? Ja. Ja, is niet helemaal hetzelfde. Zeker. Maar hij is goed gelukt, hoop ik. Hij mag erin op D15 petten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, zo op de foto? Ja. Yes. Nou jongens, zoals jullie zien gaan we even een rondje lopen. Even laten zien wat er allemaal te doen is op de KWO in Action Day. En ja, ik neem jullie wel mee. Nou jongens, je ziet het, we staan op. We zijn nu bij de stand van Raptor en RCG. En we hebben hier Bram. Hallo. Hallo. Ja. Op onze tent. Volop spullen bij, tenten, hengels, molens. Volop boten. Ja. Groot platform. Misschien even kijken hoe dat eruit ziet. Dat ziet er inderdaad wel even uniek uit. Zo. Al ons boot, het grootste, of het ene grootste platform wat we hebben. Dat is waar zonder tent. Kan je gewoon eens even gaan vissen midden op het water. Dat is wel een unieke ervaring. Dat is even lang geleden voor mij, maar met dit al in ieder geval. Ja. Nee, mooie locatie, volop spullen, ook wat nodige nieuwe spullen. Dus, ja, genoeg te zien. Helemaal top. Super. Het is niet normaal. Wie hebben we nou hier? Nou ja. Samen bij elkaar. Ja. Helemaal vol. Oh, mag wel. Oh, lekker. Hou je wel van een beetje dingen die door je handen kruipen? Kijk, nou, zeker weten, zeker weten. Wat ik dan liet zien vandaag, deze dag, is dat ik natuurlijk weer King Brim Vlassie ben. Ja. Vier brasems achter elkaar. Trots. Ja, ja, super. Dat is man. Fantastisch. Dat is wat niet anders van je van. Ja, ja, absoluut. Maar ja, kijk, ik denk je moet toch wat anders doen. Ik moet dat afdwingen. Je vraagt er wel een beetje om inderdaad. Ja, precies. Jongens, je ziet het. We worden in de gaten gehouden. Geen idee meer wie. Ja, jongens, we zijn hier bij On The Fishing. En we hebben hier Luc en die gaat even uitleggen wat die nou eigenlijk aan het doen zijn. Yes, kijk, we zijn bezig met onderwatercamera's. Dit is nu live beeld. Zoals je kan zien, zien we aardig wat witvis voor de camera. Ja, helaas nog geen karper, maar wel activiteit. Wel gaaf, wel gaaf. En wat doen jullie voor de rest nog? Voor de rest zijn we actief op Instagram, TikTok en YouTube. En daar maken we eigenlijk onderwater content. Dus allemaal complicaties met verschillende aasopnames, allemaal dikke karpers, jongens. Heel gaaf, ga checken. En ja, ga het gaan bekijken. Yes. Nou jongens, het KWO-panel is bezig. Ze zijn in discussie, de mannen. En wie het zijn, daar ga ik sowieso even naartoe. Die vis mijn hand zet, die vis heeft honger, die heeft energie nodig. Vertel even van de sessie die je dit jaar na de pijp gehad in bepaalde. Ja jongens, heel wat anders dan echt vis, hè, maar moet je dit eens even zien wat een plaatjes dit zijn. Dat is toch een kunstenaar dit, hè? Nee. Prachtig. Nou jongens, er zijn natuurlijk veel bezoekers op de KWO in Action Day en we zijn eigenlijk wel benieuwd, wat vind jij er nou van? Nou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja? En wat kan je allemaal doen? Nou, ik kan testritjes maken in een boot. Ik kan leren met de spot vissen. Distance gebruiken. Werpwedstrijden. Eigenlijk alles wel. Ah, superleuk. Ja. Hey, veel plezier nog. Dankjewel. Nou jongens, we staan hier op het platform bij de Koperen Plas. En je ziet het allemaal mooie tentjes, maar waar zijn we nou eigenlijk? We zijn op de stand van Trekker. En wij mochten gelukkig gebruik maken van het mooie helikopterplatform, wat gelijk bij binnenkomst een mooie blikvanger is. Voor alle tempersmodellen die we te bieden hebben. In ieder geval, we hebben er vier kunnen opzetten vandaag. En we hebben gewoon een fantastische dag gehad met z'n allen. Ja, super hè. Lekker druk geweest. Ook lekker druk geweest, zeker in het begin natuurlijk. Dit is een beetje de eerste stand waar we mensen buiten tegenaan lopen, nadat ze door de ingang zijn gekomen. Dus daar was wel een piek. En iedereen was gelukkig, het zonnetje schijnt. En we hebben een hartstikke leuke dag gehad. We hebben mensen lekker kunnen vertellen wat we doen. Wat we te bieden hebben. We kunnen natuurlijk niet alles meenemen.
Een stukje verkoop nog gedaan samen met de Tacklebox. Dus al met al denk ik gewoon een hele leuke dag geweest. Yes, je ziet het. Nog een appel. Het is een zooitje. Nee, dat is gezond. En we zijn weer aan het afbouwen. Het begint ook te druppelen, dat willen we natuurlijk niet hebben. Ik hoef geen appel. Mooie, hele mooie dag gehad. Echt veel mensen gesproken, op de foto geweest. Handtekeningen, noem maar op. Maar je hebt zelfs veel te druk gehad om te filmen, jongens. Ja, we hebben weinig gefilmd. Hoop ik heb je toch een leuke impressie gekregen. Ik hoop het ook. En we gaan verder met opruimen. Yes. En we zien jullie zo. Jongens, dat was hem weer. We hebben een super prachtig... leuke dag gehad. Ja, zeker. Enorm veel van jullie mogen ontmoeten en hele leuke gesprekken gehad. Ja, het was echt... We hebben gewoon geen tijd gehad om alles te filmen. De werpwedstrijd hebben we niet gefilmd. En ook bij anderen hebben we niet alles kunnen filmen omdat het zo druk was. En waren maar met z'n tweeën en niet met z'n drieën. Wat vond jij er verder van? Ja, dat is mega dik. Jammer dat we de dag ervoor niet niks van hebben. Ik hoorde dus dat er maar 2 of 3 vissen waren gevangen deze dag. Dus het viel sowieso tegen met de vangsten. Maar ja, verder was het gewoon wel heel leuk. En, zeker een mooie mogelijkheid dat jullie een keer bij ons langs op de stek komen. Die vraag krijgen we vaak. En ja, dat een beetje. Oké jongens, dus duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Kijk even op www.dfisting.nl voor de gekke merchandise. En dan zien we u waarschijnlijk volgende week weer. Dinsdag 3:30. Op de Maasbouw.